met de techniek? Het klopt met de techniek. Ja, voor wie? We streamen nu gewoon voor de hele wereld. Ja, voor de hele wereld. Ja. Oh, ja. Het was heel leuk, want vorige keer dat we lag Ginny hier. Ja, en dan zag je af en toe een been ja. in je hoofd. Ja, zo. Ja, dat was wel weer. Ik denk, oh ja, natuurlijk, dat is ook. En heb je gehoord dat Marieke erin niet was? Oh nee, nee. Die was te laat. Heel grappig. Die was verslaafd. Jij was alleen maar te zeggen, hoi Marieke en Dina. Volgens mij heeft Helene. Ja, ik had er wel een gemaakt. Ja. Oh ja, die is niet volgend. Ja. Ja, nou ja, zo zie je maar weer, toch? Ja. Ga ik beginnen. Kruis je benen zoals het past. Laat je handen landen op je knieën bovenbenen. Stuur je kruin een beetje meer op. Breng je kin een klein tikje richting je borst. Zoek lengte over de werkjes in je rug en je nek. Sluit zachtjes je ogen. Voelt het niet prettig? Maak je ogen in ieder geval zacht. Neem een focus iets verder bij je vandaan. Dan maak de rest daaromheen een beetje meer blurry. Wieg een beetje heen en weer of draai kleine cirkels vanuit je koor. Geef jezelf zo echt even dat moment om te landen in de ruimte en te landen op de mat. Je langzaamaan een beetje meer af te sluiten voor alles om je heen. Alles waar te nemen met je zintuigen, geuren, geluiden, temperatuur in de ruimte. Even bewust van hoe je zit, de gronding van je lijf, je handen in contact met je bovenbenen. De manier waarop je adem haalt, in door je neus, uit door je mond, in en uit door je neus, met of zonder een pauzemoment. Of het ritme gelijk is, adem je net zo lang in als dat je uitademt. Geef jezelf zo echt even dat moment om te landen in de ruimte en op je mat. En je steeds een beetje meer af te sluiten voor alles om je heen. Bewust aan je practice te beginnen. Alles even achter je latend wat je net nog hebt gedaan. En afstand bewarend van wat je straks gaat doen na je practice. Waar je dan ook bent in dat ritme van je adem, adem je langzaam en volledig leeg. En dan adem je vanuit je buik de ruimte rustig omhoog naar de top van je borst. En dan open je je mond en laat je het los met een zucht. Adem rustig in vanuit je buik naar je middenrif, naar de top van je borst. En dan open je je mond en laat je het weer los met een zucht. Laatste keer adem rustig maar diep in. Voel de kracht, de ruimte, de energie die inademing je brengt. En laat het dan rustig weer los met een zucht. En dan sluit je je mond en ga je naar een in- en uitademing door je neus. En langzaam ga je dat ritme gelijk maken. Adem je zo'n 3 tot 4 tellen in. En weer langzaam in 3 tot 4 tellen uit. In gedachten ga je die cirkels volgen door je lijf heen. Beginnend laag onder je buik, omhoog ademend naar je middenrif, verder door naar de top van je borst. Misschien dat je de adem daar even vastzet, bewust of onbewust. En dan adem je in datzelfde ritme weer uit. Langs de achterzijde van je rug en je flanken naar beneden, naar je buik. Navel misschien iets meer binnen, bekkenband is actief. En dan adem je weer langzaam in. Iedere rustige inademing voel je de ruimte, de kracht en de energie door je lijf. Iedere uitademing laat je weer een klein beetje meer los. Ontspan en verzacht je een klein beetje meer. Zonder dat je de kracht, de ruimte en de energie van je inademing verliest. Zo blijf je nog heel even met aandacht die cirkels volgen door je lijf. Naamvoelend, observerend. Niets meer dan dat. Heel bewust landend, beginnend aan je practice. Een volgende inademing neem je dan je armen langs je oren op. En je boven je hoofd, je handen samen. En uitadem het langzaam terug, de handen een keer naar je borst. Adem in, cirkel je armen langs je oren op. Kijk misschien iets meer op als die ruimte er is. En uitadem het langzaam terug, handen en kin naar je borst.
Laatste grote cirkel. Armen langs je oren, half dicht. Kijk mee op. En uitademend rustig terug. Handen een keer naar je borst. Neem je hoofd rustig terug op naar neutraal. Zwaai je armen achter je rug. Haak je vingers ineen. En dan lift je een klein beetje meer de punten van je schouders naar je rug. En je hartgebied een beetje meer omhoog richting je plafond. Breng je hoofd rustig naar neutraal. En breng dan dat kommetje van je hand als een soort bolster boven je rechterheup. En waai je je rechter elleboog een klein beetje meer naar binnen. En breng je rechteroor een beetje meer naar je schouder. En dan beweeg je misschien een klein beetje heen en weer met je hoofd. Doe je een klein beetje meer strekking. Misschien maak je een beetje een ja-beweging. Of juist een beetje meer een nee-beweging. Voelt het minder goed, dan hou je je hoofd een beetje meer in de verstilling. Breng je rustig je hoofd weer terug omhoog naar neutraal. Ga je handen naar achter. Lift opnieuw een klein beetje meer het hartgebied, punten van je schouders, iets meer naar elkaar op je rug. Dan kom je rustig weer terug naar neutraal en dan gaat dat kommetje naar de andere kant, net boven je linkerhuid. Linker elleboog waait weer iets meer naar binnen. Linker oor een beetje naar je schouder. Misschien voel je dan iets meer strekking langs die rechterzijkant aan je nek. Misschien kun je je kin een beetje richting die linkerschouder draaien. Kijk je voor je naar je linkerknie of juist een beetje meer omhoog richting het plafond. Voel heel even naar van de zijkant bij je nek, bij je schouder. In je hoofd weer rustig terug omhoog naar neutraal. Breng het kommetje van je handen weer terug naar achter. Laat je handen achter je landen op vingertoppen of grond verder door. En dan lift opnieuw je hartgebied een beetje meer punten van je schouders. Nog een keer een beetje meer naar je rug. Kijk mee op. Langzaamaan breng je dan je handen door naar voor. En dan loop je helemaal door naar voren en voor het voelt. Misschien buig je alleen maar in je armen en blijf je lekker wat hoger. En lig je een beetje heen en weer. Misschien laat je je hoofd hangen. Misschien loop je nog verder door naar voren en laat je je hoofd landen in de mat. Als dat goed voelt en past. Voel en observeer vooral even na. Wat voelt goed? Wat voelt nog iets beter? Qua ruimte. Wieg een beetje heen en weer. Inademen, kijk langzaam iets op over de mat naar de voorzijde. En uitademen, loop rustig omhoog. En dan breng je je handen achter je en kom je naar handen en knieën. En dan laat je je billen aan de linkerkant achter die linker hiel landen. Dus eigenlijk leun je met een klein beetje ronding naar die linkerkant. Zwaai je armen langs je oren omhoog. Rechterhand naar je linkerpols. Linkerarm groeit langs je oor. Rijk over je hoofd, klein beetje mee naar rechts. De mermaid. Stuur je kruinschuim bij je vandaan. Maak je lang en nog iets langer. Ja, is heel lekker. Dan kom je rustig omhoog. Ja, helemaal goed. En dan lift omhoog vanuit je billen je been. En dan laat je jezelf rustig landen naar de andere kant. Dus je billen achter je rechterhiel. En dan leun je een klein beetje meer naar die rechterkant. Komt een klein beetje ronding naar die rechterzijkant. Wissel over je hoofd je handen. Nu gaat je linkerhand naar je rechterpols. En dan reik je over je hoofd je rechterhand een klein beetje meer naar de linkerzijde. Dan stuur je je kraan iets omhoog mee naar je handen. Of je brengt je kin juist iets naar je borst. Voelt het goed, kun je een beetje mee afronden naar links. Of iets omhoog liften richting het plafond. Voel heel even na. Je billen, je benen, je koor. Lift weer terug omhoog, terug naar het midden. Maak je lang. En dan breng je je handen achter je rug. En dan laat je je handen rustig landen. Achter je voeten. Zitbordjes op je hiel. Linkervingers, rechtervingers wijzen of bij je vandaan. Of een klein beetje zijwaarts. En dan lift je je billen weg bij je hiel. Zwaai je rechterarm langs je omhoog. Lift en duw je heup omhoog. Zo'n blokje voor je uit. Kijk omhoog, mee naar boven. Rechterhand gaat langs je been helemaal door naar achter. Laat je rechterhand landen achter je rechtervoet. Linkerhand lift. Stuur je heupen omhoog. Meer in een lijf voor je uit. Lift het hartgebied naar boven. Linkerhand weer langs je linkerknie, langs je been. Dan achter die linkervoet. Rechterhand raakt omhoog. Maak je groot, maak je lang. Uitademen de laatste keer. Rechterhand achter die rechtervoet. Linkerhand lift op. Maak je groot, maak je lang. Beide zitbordjes terug naar je hiel. En dan gaan we vanuit daardoor naar handen en knieën.
Handen onder je schouders, knieën onder je heupen. Op je voeten even zo. Draai vanuit daar misschien wel een rondje. Je schouders iets over je pols. Breng misschien je heupen iets meer naar achter, naar je hiel. Maak een grotere cirkel zijwaarts. Of juist een kleinere cirkel, iets meer in het midden. Draai dan ook langzaam de andere kant op. Voel na naar je schouders. Voel het gewicht naar de toppen van je vingers. En voel het er ook weer uit verdwijnen naar achter. Als je heupen naar je hielen gaan. En dan land je weer rustig terug richting het midden. Knieën onder je, tenen in de mat. En dan blijven je vingers naar de voorzijde van de mat. Of je draait ze, zodat ze zijwaarts wijzen. Heb je meer ruimte, dan breng je je vingers zelfs door naar je knie. Vanuit deze positie neem je dan je ketkou. Inademend kantelen het bekken, lift het hartgebied, kijk iets mee op. En uitademen, de rol erdoorheen, maak een ronde rug, duw je handen in de mat, laat je hoofd lekker hangen. Adem in, kantelen het bekken, lift het hartgebied tussen je armen, kijk mee op. En uitademen, de rol erdoorheen, maak een ronde rug, duw de grond weg, laat je hoofd lekker hangen. Nog twee keer op die inademing kantel vanuit laag in je rug, midden van je rug, lift naar de top van je borst. En dan maak je vanuit daar weer die ronde rug tussen je schouders naar het midden van de rug. En als laatste naar het lage dit van je rug. Laatste keer, kantel het dekken. Leef door naar de top van je borst. Kijk mee op. En rol er weer doorheen. Maak langzaam helemaal die ronde rug. Duw je handen in de mat. Maak je rond en zo rond als je kan. Kom langzaam weer terug naar neutraal. En draai je handen rustig terug naar de voorzijde van de mat. Misschien schud je ze even los, rechterhand, linkerhand, of tap je even met je vingers. En dan ga je schenen vreven opnieuw terug in de mat, en dan breng je je knieën dichter tegen elkaar. En dan ga je met child's pose, plak je je ribben op je bovenbenen en loop je je handen verder bij je vandaan. Voel hen even, de kleine ruimte, meer compact, je buik, je borst op je bovenbenen. Laat je hoofd lekker hangen, zweven of net raken rond de mat. Een inademing, kijk je rustig tussen je handen door naar de voorzijde van de mat. En dan rol je met een ronde rug naar voren. Buig je ellebogen en breng je bovenbenen, je heupen, je buik, je borst in de mat. En dan schuif je je handen door naar voren. Kom je naar in Sphinx pose. Grond vanuit de toppen van je vingers, schenen wreven in de mat. Heupen blijven mooi zwaar, benen licht actief, billen licht actief. En dan duw echt vanuit je handen jezelf omhoog en naar achter, zodat je lift de ruimte weg. Bij de mat, dan stuur je je kruin schuin omhoog richting het plafond. Dan gaan we vanuit die Sphinx pose naar een half frog. Een rechterknie gaat zijwaarts in lijn met je heup, rechtervoet, flex je. En dan voel je na of het goed voelt, of je je rechterheup iets zwaarder kunt maken, de ruimte tussen je heup en de mat iets meer kunt verkleinen. En voelt dat minder goed, dan hieltoon je die linkervoet iets meer naar buiten. En dan wordt het raakvlak van je heup wat breder. En dan heb je misschien wat meer ruimte om je rechterheup wat meer te laten. Dan gaan we vanuit hier naar de twist en die kun je op twee manieren nemen. Of je neemt je twist mee naar je rechterbeen toe. Dan gaat je rechterhand voor je uit. Je linkerhand onder je rechteroksel door. Komt de linkerzijde van je schouder en gezicht in de mat. Dan kijk je je linkerhand na. Of je twist juist bij jezelf vandaan. Dan blijft je linkerhand voor je en dan kruip je met je rechterhand onder je linkeroksel door. En dan komt je rechterschouder in de zijkant van je gezicht in de mat. Je ruimte naar je heup, naar je rug, naar je schouder. Dan twist je bij jezelf vandaan. Voelt het minder goed? Dan twist je jezelf mee. Ontspan naar je schouder, naar je gezicht. Maak je lijf zwaar, maak je heupen zwaar. Geen spanning in je linkerbil. Vaak is dat de plek die je dan weer gaat aanspannen. Ontspan naar de buitenkant van je rechterbil, naar je knie, naar je voet. Kijk mee in je twist of naar je linkerhand of naar je rechterhand. Kom weer rustig uit je twist door je linkerhand of je rechterhand te gronden. Rechter of linkerhand gaat dus weer achter die rechter of linker oksel door. En dan schuif je rustig je rechterbeen terug naar achter. Dan gaan we gelijk door naar de andere kant. Linkerknie in lijn met je heup. Flex een beetje meer in die linkervoet. En dan maak je weer opnieuw de ruimte tussen je linkerheupels en de mat wat kleiner. Heb je wat meer ruimte nodig, dan wiggel je misschien je rechtervoet weer een beetje buiten je mat. En dan wordt dat raakvlak van je heup weer wat breder of je houdt hem meer op je mat. Is het gevoeliger, dan kom je lekker op een deken liggen.
vanuit daar gaan we weer terug naar die twist. Of je twist weer met jezelf mee. Dus linkerhand voor je uit, rechterhand onder je linkeroksel door. En dan open je mee naar links en kijk je je rechterhand na. Of je twist weer bij jezelf vandaan. Rechterhand, linkerhand onder die rechteroksel door. En dan kijk je mee naar rechts, je linkerhand na. Voel weer na, naar je schouder. Ontspan aan je gezicht. Maak opnieuw je rechterbeen en wiel weer zwaar. Ontspan je wiel. Ontspan dan de linker achterzijde van je lijf. En je voet. Voel de lengte over de wervels in je rug. Verzacht terug in je gezicht. Waar de rust in je adem. Laatste rustige in, langzame uitademing hier. En dan grond je weer rustig terug. Rechter onderarm of linker onderarm in de mat. Neem jezelf weer terug uit die twist naar die swingpas. En schuif je linkerbeen weer terug naar achter, naast rechts. Wiggle heel even met je heup. Draai je ellebogen naar links en rechts. Plaats je rechterhand onder, je linkerhand boven. Je voorhoofd even op je linkerhand. Buig bij je knieën, je tenen wijzen omhoog naar het plafond en laat rustig je voeten een beetje heen en weer wiegen naar links en naar rechts. Ontspan aan je schouders, verzak terug naar je gezicht. Breng de beweging in het midden weer tot stilstand. Tenen laat je weer landen, ontspan terug in je benen. Lift je hoofd weg bij je linkerhand en stuur je linkerarm in lijn met je schouderbeen vandaan. Linkerhand palm naar beneden, spreid je vingers. Rechterhand komt naast je rechterschouder. En dan breng je linkeroor in de mat. Grond vanuit je rechterhand. En rol door naar je linkerzij. En dan voel je vanzelf een klein beetje meer spanning ontstaan aan je schouder. Voelt het goed? Dan pak je je rechterbeen achter je linkerbeen. En dan rolt vanzelf je heup een klein beetje meer open. Zacht in die schouder. Rol die rechterschouder dicht bij je oor. Heb je ruimte, dan grond je naar je rechtervoet. En dan wijst die rechterknie omhoog. En voelt dat ook goed, dan laat je misschien die rechterknie meer landen. En dan schuif je zelfs je rechterbeen meer in een lijn bij je vandaan. Hoe meer je omrolt terug, een beetje mee naar de opening linkerkant, hoe meer pressie er zal ontstaan aan je schouder. Dus hou hem zachter als er minder ruimte is. Blijf navoelen door je lijf. Mooi. Observeer. Rustige in en langzame uitademing hier. En dan gebruik je die rechterhand als een soort van counterweight. Grond die en rol rustig terug je rechterheup weer in de mat. Rechterbeen landt weer terug naast links. Neus wijst naar de mat. En dan gaan we gelijk door naar de andere kant. Die rechterarm glijdt in een lijn met je schouder bij je vandaan. Linkerhand naast je borst. Duw jezelf vanuit je linkerhand omhoog. Rechterzijkant van je gezicht en je oor in de mat. Beide heupen boven op elkaar. Krijg die linkervoet boven op rechts. Of hij valt erachter. Of je stapt hem erachter als die ruimte er is. Dan langzaam rol je een klein beetje meer door in de opening naar de rechterkant. Ga er niet van uit dat de ruimte die je over de linkerkant hebt naar je schouder hetzelfde is als dat je hem hebt aan de rechterzijde. Dus observeer. Voel na. Hier meer weerstand, minder weerstand. Voelt het hier prettiger of juist niet? Vanuit je adem iets meer verzachten en ontspannen. Wat gebeurt er met die adem? Adem je nog steeds rustig door of zet je hem vast? Adem je sneller in, langzamer uit. Voel het na. En met behulp van je linkerhand rol je je rustig terug. Grond in je linkerhand, laat je linkerheup landen, terug naast de rechts. En dan zwaai je handen weer naar voren en nu gaat die linkerhand onder en die rechterhand boven. Voorhoofd landt op je rechterhand. Wiggle weer even heen en weer. Maak het bekken zwaar. Adem je buik naar de mat. Ontspan aan je schouders. Blijf zacht in je gezicht. En vanuit neutraal brengen we hem dan rustig omhoog en naar achter weer naar je child's pose, waar we vandaan kwamen.
Dus lift je hoofd weg bij je handen, breng je handen terug naast je borst. Neus blijft zwaar, ronde rug, lift jezelf met behulp van de kracht in je armen, je koor. Helemaal terug omhoog en naar achter en landend weer in het uitvloos. Wiggel misschien ook hier weer even heen en weer. Voel het even na. Land in je houding. Na langs je schouders, je armen, je flank, je heup. Inademend, kijk op tussen je handen en uitademend, rol met een ronde rug naar je handen. Krijg je knieën weer iets dichter onder je heup, breng je tenen in de mat, duw je handen in de mat, lift knie, lift heup. Lift omhoog, downward facing dog. En in die downward facing dog peddel je dan weer een klein beetje met je hiel. Je buigt misschien iets in je knie, je kijkt iets onder je oksel door, naar rechts, naar links, als dat goed voelt. Anders hou je dan een klein beetje meer in de verstilling, zonder dat je per se iets beweegt als dat minder goed voelt. Maak de wervels in je rug langs, duw je zitbordje schuin omhoog, buik iets in je ellebogen. Draai ze iets naar buiten, draai je oksels weer iets naar binnen, lift de grond weg vanuit de toppen van je vingers, je handen. Ontspan in je nek. Breng de beweging langzaam in het midden tot stilstand. Rol dan naar je tenen. Buig je benen, kijk naar je handen en loop naar de voorzijde van de mat. En eindig ergens achter je. Vouw mij voorover als je er bent. Inademend, handen naar je scheen, lengte in je rug. Uitademend, vouw naar je benen toe. Inademend, grond vanuit je voetarmen langs je oren, hoog, lift, maak groot, maak lang. En uitademend, eindig terug in een moment van rust. Inademend, buig je benen, lift op, maak groot en lang. En uitademen, rol door het midden naar beneden. Buig je benen, plaats je handen in de mat en stap terug naar achter in een hoge plank. Breng je knieën in de mat, mini push-up tussen je armen en neus naar de mat. Strek terug in je armen, duw je zitbordjes naar je hiel. Trek jezelf door je armen heen, eindig in een cobra of maak hem actiever naar een upward facing dog. Spring je vrij van de mat, van je billen aan, schouders weg bij je oor. Over handen en knieën of rollend over je tenen, stap je weer terug. Richting en downward facing dog. Voor volgende inademing lift het rechterbeen. Three-legged dog, heupen samen. Uitademen met rechtervoet, voorzijde van de mat, buitenkant de rechterhand. Linkerbeen blijft hoog en actief. Linkerhand onder je schouder, rechterhand reikt omhoog. Lift je linkerheup naast die rechterheup. Strek je linkerbeen, duw die hiel tegen die onzichtbare muur. Rechterhand weer terug in de mat, kijk mee naar beneden. Inademen, kijk over je mat naar voren en uitademen, lift je heup als een blokje omhoog en naar achter. Extended pyramid. Handen blijven binnenkant rechtervoet of je loopt meer terug onder je schouders. Buigend in een van beide benen of een mini pas naar voren met je linkervoet. Heupen blijven samen, vouw iets langs de binnenkant van dat rechterbeen naar beneden. Hou het nog een beetje zachter. Buig terug in je rechterknie, grond naar je rechtervoet. Stap je linkervoet naar de voorkant van de mat, buitenkant linkerhand. Heupen gaan naar beneden, raak je duim omhoog, pinken wijzen naar beneden. Inademen, breng je handen naar je hart, strek op. Uitademen, zwaai je armen langs je oren hoog, lift op. Adem weer in, breng je handen weer naar beneden, kom terug in je squat. Adem uit, laat je handen landen, linkervoet stap terug naar achter, rechtervoet stap terug naar achter. Downward facing dog. Inademen, lift het linkerbeen, three-legged dog, heupen samen. Uitademen, het linkervoet rijst aan die voorkant van de mat en de buitenkant van die linkerhand. Rechterhand onder je schouder, linkerhand rijdt omhoog, heupen blijven weer gelijk. Dus lift die rechterheup terug naast links. Rijk omhoog, kijk omhoog als die ruimte er is. Linkerhand terug in de mat. Inademen, kijk iets op en naar voren, zoek ruimte. Uitademen, neem die ruimte mee omhoog en naar achter in je extended pyramid. Handen binnenkant van die linkervoet of terug onder je schouders. Buigend in een van beide benen, want die strekking is relatief als dat minder goed voelt of past. Buig terug in die linkerknie, grond naar die linkervoet, rechtervoet, stap naar de voorkant van de mat, buitenkant de rechterhand. Heupen naar beneden, duim omhoog, pinken naar beneden, rol je schouders terug naar je rug. Mooi. Inademend, strek op. Uitademend, zwaai verder door, lift. Wie niet weg bent als er ruimte is. Die inademing breng je weer terug naar je squat. Hou hem actief, grond naar je voet. Die uitademing, handen in de mat. Rechts stap terug naar achter, links stap terug naar achter. Downward facing dog. Inademen, rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar je handen. Uitademen, stap naar de ruimte tot achter je handen. Voeten herbreedte, grote delen naar elkaar, vouw voorop. Inademen, vingertop in de mat, handen naar je scheen, lift weg. Uitademen, vouw naar je benen toe.
Inademen met lift omhoog, maak groot, maak lang. Nog iets langer, nog iets langer. Uitademen met eindig terug in een moment van rust. Inademen met buig vanuit je been, lift op, maak groot en lang. En uitademen, neem de energie mee naar beneden, buig je been, plaats je handen in de mat, stap weer terug naar achter, hoge plank. Volledige push-up of mini push-up, net wat beter voelt. Knieën in de mat, zit bordjes naar achter. Trek jezelf door je armen heen, eindig laag in cobra of lift door verder op naar upward facing dog. Rol over je tenen of kom via handen en knieën terug. Eindig weer richting downward facing dog. Inademend rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar je handen. Uitademend stap tot achter de ruimte van je handen. Voeten hebben grote stenen naar elkaar, vouw voorover. Inademend lift op, halfway, handen naar schenen, vingertoppen in de mat. Uitademend vouwen naar je benen. Inademend Uttanasana, buig in je benen, armen langs je oren hoog, maak je klein. Zoek een stijgende lijn over de wervels in je rug en je nek, langs de achterzijde van je hoofd en de top van je kruin. Rijd met je vingertoppen op omhoog. Stuur je kruin je vingertoppen achterna. Voor je gevoel wil je je knieën naar de achterzijde van je mat. Je tenen wijzen naar voor. Kom nog iets lager in dat bekken. Kanten licht, zacht in die schouders. Op een inademing strek je benen, breng je handen naar je hart. En op een uitademing buig je benen, zwaai je armen langs je oren hoog. Maak je groot, maak je lang. Adem in, handen naar je hart. Kom weer terug in je Uttanasana. Buig weer terug in je benen. Adem uit, vouw over je benen heen. Plaats je handen in de mat en stap terug naar achter. Richting die hoge plank. Knieën in de mat. Mini push-up of volledige push-up. Lift weer weg bij de mat vandaan. Stuur je zitbordjes naar je hiel alsof je naar child's pose wilt. Trek jezelf door je armen. Blijf weer laag in cobra of lift weer terug omhoog naar de upward facing dog. Over je tenen rollend of via handen en knieën. Eindigen terug, downward facing. Inademend lift het rechterbeen, three-legged dog. Stap je rechtervoet naar de voorkant van de mat, maar nu aan de binnenkant van je rechterhand, in de buurt van je duim of je pols. Double bend in die hoge hardloper. Neem je armen langs je oren hoog, lift. Voelt het goed, strek dan langzaam in dat linkerbeen, maar hou die heupen op dezelfde hoogte. En zorg ervoor dat ze niet meekantelen naar beneden wijzend, meer schuin omhoog richting het plafond. Grond naar je rechtervoet. Strek alleen in het achterste been als het goed voelt. Handen gaan naar je hartgebied. Breng het gewicht in het rechterbeen. Leun naar voren. Rijd daar naartoe. En lift dan het linkerbeen. Buiging blijft in dat rechterbeen. Lift dat linkerbeen hoger dan je lief is. Kommetje van je handen op je rechterbovenbeen. Strek verder door in dat rechterbeen. Meer naar een traditional warrior 3. Blijf liften in dat linkerbeen. Buig terug in het rechterbeen. Laat die linkertenen landen. Ver bij je vandaan. Zwaai je armen langs je oren hoog. Lift op. Maak je graf omhoog. Kommetje van je handen boven je hoofd. Breng ze richting je achterhoofd. Duw je achterhoofd nu in dat kommetje. En lift je hartgebied een klein beetje meer omhoog. Richting dat plafond. Beide armen zwaaien met een grote zwaai terug in de mat. Weerskanten van die rechtervoet. Zwaai je rechterbeen terug omhoog. Three-legged dog. Neem je rechterknie mee naar voren, naar je rechter schouder of naar je rechter elleboog en kom naar een hoge plank. Houd je rechterknie zwevend. Plak hem er tegenaan, alsof je er een soort van tafeltje voor maakt. Breng je rechterbeen weer terug omhoog. Hou hem nog even niet three-legged dog. En laat hem dan rustig terug landen naast de linkervoet. Downward facing dog. Inademend lift het linkerbeen, three-legged dog. Heupen nog steeds samen. Linkervoet draait voorkant van de mat binnenkant, de linkerhand achter je pols, binnenkant, duim. Langzaam omhoog, dubbel bend, hoge hardloper. Voelt het weer goed, strek door in dat rechterbeen. Maar hou die heupen zwaar naar de grond. En denk erom dat je die heupen mooi in die lijn houdt naar de voorzijde. Dus niet schuin naar de grond of richting het plafond. Breng je handen naar je hart, breng gewicht aan het linkerbeen. Leun uit naar voor, daar wil je naartoe. Lift het rechterbeen. Hou die buiging in dat linkerbeen. En zorg ervoor dat je hem lift houdt in dat rechterbeen. Kommetje van je handen op die linkerknie. Strek verder door in dat linkerbeen, maar hou dat rechterbeen mooi hoog. Stuur je kruin naar voren, alsof je je neus op de grond wil brengen. Buig terug in het linkerbeen. Laat die rechtertenen landen. Armen langs je oren hoog. Lift, maak je weer groter, maak je weer lang. Heupen blijven zwaar. Kommetje van je handen boven je hoofd. Zak langzaam naar beneden tot achter je hoofd. Duw je achterhoofd weer in dat kommetje. Lift dat hartgebied. Waai je ellebogen uit naar links en naar rechts.
armen met een grote zwaai weer terug naar de weerskanten van die linkervoet. De linkervoet reist weer terug naar achter. Blijf hoog. Three legged dog. En dat wordt een hoge plank. Linker knie gaat mee naar voren. Naar je elleboog, naar je schouder. Plak hem er weer even tegenaan. Hou die koor goed actief. Stuur je kruin naar voren. Zet je rechterhiel weer tegen die onzichtbare muur. Linkerbeen gaat weer terug omhoog. Nog even de lucht in. Three legged dog. En eindig weer terug naast die rechtervoet. Downward facing dog. Rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar je handen. Loop, stap of spring naar de ruimte tot achter je handen. En vouw mee voorover als je er bent. Inademen, lengte en ruimte, lift op. Uitademen, maak de ruimte klein. Vouw naar je benen. Inademen, armen langs je oren hoog, lift op. Maak groot, maak lang. Uitademen, eindig in een moment van rust. Daar is het. Inademen, lift op. Maak weer groot, maak weer lang. En uitademen, neem de energie mee naar beneden. Buig je benen, plaats je handen in de mat. Stap terug naar achter. Hoge plank. Mini push-up of volledige push-up. Knieën in de mat, zitmotjes naar je hoek. Trek jezelf weer door je armen heen. Blijf laag. Cobra, lift door naar apart facing dog. Span die billen aan, wreef in de mat. Rol over je teen. Eindig weer terug. Downward facing dog. Twee rustige in- en uitademingen hier. Voel je lijf heel even na. Geef je energie weg. Je veel energie weg te geven. Adem in door je neus. Adem uit door je mond. Blijf navoelen door je lijf. Inademen, het lift opnieuw met rechterbeen. Three legged dog. Uitademen, het rechtervoet opnieuw naar de voorkant van de mat. Binnenkant, rechterhand. Linkerhiel landt. Linkerhand rijdt omhoog en valt naar achter. Rechterhand rijdt naar voren. Land in het midden. Maak je heupen zwaar als een blokje richting de grond. Blijf gronden naar je rechtervoet. Blijf gronden naar je linkervoet. Rechterhand wil iets pakken aan de voorzijde van de mat. Linkerhand reikt naar achter bij je vandaan. Land in het midden. Stuur je kruin. Inademen met armen langs je oren hoog. Lift maakt groot en lang. Uitademen. Land weer terug in het midden. Adem in. Lift op. Maak groot en lang. Adem uit. Land weer terug in het midden. Nog twee keer. Adem in. Op die inademing zoek je ruimte. Open mee naar niets. Uitadem het buig. Kijk weer over rechts. Laatste keer. Adem in. Lift op. Maak groot en lang. Uitadem het. Breng je rechter elleboog op je rechterknie. Linkerhand reikt omhoog. Open mee. Kijk die linkerhand na. Zacht in die schouders. Heb je last van je schouder of je nek? Mag je linkerhand naar je heup of achter je rug? Linkerhand reikt naar achter. Rechterarm komt van je knie. Strek door in je rechterbeen, linkerhand landt op je achterbeen, de rechterhand reikt omhoog als je inademt en langs je oor naar achter. Reverse your warrior met three corrupten naar links. Strek beide benen. Hou je beide benen gestrekt, rechterhand valt weer naar voren, links komt omhoog. Rijd naar voren met die rechterhand alsof je weer iets wil pakken. Laat je rechterhand landen op je scheen of aan de binnenkant van je voet of op een blok. Linkerhand reikt weer omhoog. Kijk alleen omhoog als het goed voelt voor je schouder, voor je nek. Het niet te veel spanning geeft. Buig terug in je rechterbeen. Kijk naar beneden. Linkerhand komt onderlangs. Rechterhand gaat overheen. En dan lift je rechtervoet uit de mat en breng hem weer terug omhoog. En eindig weer in een three legged dog. Breng je rechterknie weer naar voren, naar je elleboog of naar je schouder. Hou hem daar en blijf nu hier voor 5. Voor 4. Voor 3. Laatste 2. En dan breng hem weer omhoog en naar achter. Strek dat rechterbeen. Koor blijft actief. Rechtervoet landt weer terug naast links. Downward facing dog. Inademen, lift nu het linkerbeen. Three legged dog. Heupen samen. Linkervoet binnenkant van die linkerhand. Rechterhiel landt. Bouw hem rustig op naar die warrior toe. Rijd met die rechterhand naar achter. Lift die linkerhand omhoog en naar voren. Rijk echt naar voren met links alsof je iets wil pakken. Rechts houd je tegen. Daardoor land je in het midden. Open heup, klein beetje meer naar rechts. Stapel de wervels in je rug en je nek. Stuur je kruin omhoog. Voel de gronding naar je voet. Voel de zwaarte van je heup. Door in je beweging vanuit hier. Inademen met armen langs je oren af. Kijk mee naar rechts. Uitademen met land weer meer in het midden. Kijk weer over links. Adem in, lift op, maak groot, maak lang, zacht in je schouders. Uitadem het land weer terug in het midden. Adem in, lift op, groot en lang. Adem uit,
hand weer terug in het midden. Laatste keer, adem in, lift op. En adem uit, buig in die linker elleboog. Die gaat naar je knie. Die duwt op je knie, maar net zachtjes landend op zwevend. Rechterhand reikt op. Kijk zijwaarts, schuin mee op of naar die rechterhand. Rechte schouder zakt weer iets terug naar je rug. Blijf gronden naar je voet. Hou het bekken mooi zwaar, maar de opening loopt nog steeds naar die rechterkant. Rechterhand valt naar achter. Linker elleboog van je knie. Strekken het linkerbeen. Rechterhand reikt naar de achterzijde van je been. Linkerhand reikt op. En langs je oor naar achter. Hou die trikonasana in die benen. Dus strek links, strek rechts. Maak jezelf zwaar. Omhoog en reik dan naar achter. Hou die benen in trikonasana. Zwaai je linkerhand naar voren. Rechter komt omhoog. Links reikt naar voren alsof die iets wil pakken. Ga door naar je scheen. Onder je knie of lager naar je enkel. De binnenkant van je voet, rechterhand reikt weer omhoog. Stuur je kruinschuim weer iets op. Dus zorg ervoor dat je je hoofd niet laat hangen richting die linkervoet. Open mee, zijwaarts kijkend, schuin omhoog of naar die rechterhand. Navel naar binnen, onderste ribben iets in. Verleng langs die beide flank. Buig terug in je linkerbeen, rechterhand gaat onderlangs. Linkerhand misschien over linkerbeen heen. Lift je rechterhiel. Linkervoet reist weer terug omhoog en naar achter, richting die three-legged dog. Neem hem weer mee naar voren, naar die hoge plank. Dan blijven we daar weer één even oefenen. Richting die schouder, richting die elleboog. Adem door. 4, 3, 2, maak je nog iets langer. Laatste tel. Linkerbeen gaat weer terug omhoog en naar achter. En stap hem rustig terug in de mat naast rechts. Downward facing dog. Rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar je handen. Loop naar de voorzijde van de mat, achter je handen en vouw mee voorover. Inademend zoek lengte en ruimte, lift weg. Uitademend, vouw naar je benen toe. Inademend, Utkatasana, buig in je benen, zwaai je armen langs je oren hoog. Maak weer groot, maak weer lang. Uitademend, handen naar je borst. Inademend, buig in je benen, lift op, maak groot en lang. En uitademen, het rol door het midden naar beneden. Buig onderweg je benen, plaats je handen in de mat. Stap terug naar achter. Maak hier groot en lang, hoge plank. Knieën misschien in de mat, die mini push-up. Neus in de mat. Lift weer weg bij de mat. Doe je zitbordjes weer naar je wiel, maak weer klein. Zet jezelf door je armen, land weer laag in cobra. Als dat beter voelt en past, of lift weer door omhoog naar upper space. No. Rol over die tenen. Of kom via handen en knieën terug. Dan wordt space in de mat. Voel weer even na. 2 in, 2 uitademing hier. Lift je nog steeds weg vanuit je handen. En je zitbordje is nog steeds het hoogste punt. Misschien buig je iets in je been. Lift je iets in je hiel. Ben je misschien iets in je hiel. Voel het nog steeds na. Volgende inademing. Rol naar je tenen. Buig je benen. Kijk naar je handen. En vanuit daar stapt die rechtervoet weer naar de voorkant van de mat. Naar de buitenkant van die rechterhand. Linkerhand blijft onder je schouder, rechterhand raakt omhoog. Blijf hier in een meer low lunge of draai mij open naar horizon lunge. Je tenen draaien beide naar de rechterkant, je wielen wijzen naar links. Rechterhand blijft nog steeds hoog. Kijk hem na als die ruimte er is. Hou je heupen hoog, reikend die rechterhand na. Draai je tenen weer terug naar de voorzijde van de mat. Rechterhand landt aan de binnenkant. En dan neem je beide handen op vingertoppen. Hou die buiging in het rechterbeen. En lift je hart naar voren. Alsof je je neus naar voren wil brengen. Stuur je kruinschuim iets op. Grond naar die rechtervoet. Duw die linkerhiel terug tegen die onzichtbare muur. Hou je bekken mooi zwaar, maar wel gelijk. Linkervoet stapt naar de voorkant van de mat. Aan de buitenkant van die linkerhand. Breng het bekken weer laag. Breng je duimen weer omhoog. Eén keer weer naar beneden. Rol je schouders terug naar je rug. Breng nu je handen naar je hart. Strek in je been. En open een klein beetje meer naar je rechterkant. Dus lift je linkerknie. En open een klein beetje meer naar links. Rechtervoet is net op de mat of net iets over de mat. Linkerknie blijft in lijn met je heup. Handen voor je borst. Strek je linkerbeen bij je vandaan. Tenen vrolijk. En breng je handen mee naar voren. Duw je handpalmen naar voren, vingers wijzen mee omhoog naar het toe. En dan zwaait die linkervoet rustig een klein beetje meer omhoog. En dan om jezelf heen. Laat hem landen weer terug in de mat. Linkerhand landt in de mat.
Rechtertenen draai je iets zijwaarts uit. Rechterhand draait weer omhoog. Kijk zijwaarts, schuin mee op. Breng je rechterhand terug in de mat. Die rechtertenen draai je nog steeds iets uit. En laat je linkerknie rustig landen. Misschien draai je naar de rechterzijkant van je voet. Misschien grond je hem juist een klein beetje meer. En dan bouw je hem rustig op of af. Richting die lizardpas. Blijf je hier misschien aan een hoge twist. Als die ruimte er is. Kik je linkerhiel naar je bil. Pak met je rechterhand je linkerhiel. Of blijf je lager. Met je beide onderarmen richting de mat. Zoek misschien nog steeds de ruimte naar de top van je borst. Rechterhand naar je knie. Misschien duw je hem een beetje zijwaarts uit. Kijk en voel even na in die lizard pose waar je naartoe wil werken qua ruimte, qua ontspanning, qua verzachting. Dit is met die adem. Alles gaat weer rustig terug omhoog naar neutraal. Dus handen weer onder je schouders. Iets meer lift naar de top van je borst. Grond naar die rechtervoet, linkerteen in de mat. Lift je linkerknie, lift je heup. En stap die rechtervoet terug naar achter. Richting die downward facing dog. Voel weer heel even na door je lijf heen. Op een inademing lift het linkerbeen. Three-legged dog. Linkervoet stap naar de voorkant van de mat. Naar de buitenkant van die linkerhand. Rechterhand onder je schouder. Blijf weer hier in die meer low lunge. Zoek je ruimte naar voren of open weer. Je tenen draaien naar links, je hielen wijzen naar rechts. Je linkerhand reikt op. Heupen reiken mee omhoog, dus hou die kracht in dat rechterbeen. Niet hangend in je rechter schouder. Linkerhand gaat terug in de mat. Draai je tenen weer terug naar de voorzijde van de mat. Buiging blijft in dat linkerbeen. Stap je rechtervoet naar de voorkant van de mat. Aan de buitenkant van die rechterhand. Heupen naar beneden. Duimen reiken omhoog, pinken reiken naar beneden. Maak jezelf weer lang, strek op en open nu naar die linkerkant. Dus die linkervoet draait iets zijwaarts, die rechterknie gaat bij je omhoog. Duimen blijven in de buurt van je borst, rechterknie in lijn met je heup. Als er ruimte is, strek dat rechterbeen, ben je handen naar voren. Kijk of je niet te ver naar achter gaat leunen, stuur je kruin. Hou die core goed actief. Buig iets meer terug in dat rechterbeen. Zwaai hem naar achter. Laat hem landen. Ver bij je vandaan in de mat. Recht je hand in je linkerhand trekt omhoog. Maak je weer groot. Maak je weer lang. Die linkervoet blijft iets uitgedraaid staan. De rechterknie gaat in de mat. Linkerhand gaat in de mat. En dan blijf je misschien hier. Wiggle die voet misschien nog iets verder naar voren. Bouw hem weer op. Of bouw hem juist iets meer af. Zoek de houding een klein beetje meer die je oog had naar de andere kant. Om het een klein beetje in balans te houden. Adem nog steeds de ruimte tot achter je sleutelbenen. Zoek de ruimte, adem naar je hartgebied. Voel weer na, waar zit ruimte? Wat voelt goed, wat voelt nog beter? Breng alles weer langzaam terug richting de voorzijde van de mat. Loop je handen weer onder je schouders, rechterteen in de mat. Lift je rechterbeen, niet alleen je been, maar lift ook je heup. Nu omhoog en naar achter en dan is er ruimte van je linkervoet. Je landt weer terug naast rechts en daar is het dan. Voel weer heel even na, door je lijf heen. Vanuit hier rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar je handen. En dan stap je rechtervoet naar de buitenkant van je rechterhand en je linkervoet naar de buitenkant van je linkerhand. Heupen gaan naar beneden, rijk je duim omhoog, je pinken naar beneden. Rijk met je handen naar beneden en duw ze tegen de binnenkant van je knie. Duw met je handen je knieën naar buiten en duw met de kracht vanuit je benen je voet, je knieën terug naar binnen tegen je handen in. Rol je schouders terug naar achter. Navel naar binnen, maak het bekken nog iets zwaarder naar de grond als die ruimte er is. Hou diezelfde kracht en energie in je benen, maar breng nu je handen naar je borst. Inademend, strek op, maak groot en lang. Uitademend, kom weer terug in je squat. Laat je handen rustig landen terug in de mat en stap terug naar achter, links, rechts of rechts, links, in die hoge plank. Vanuit die hoge plank gaan we naar een zijwaartse plank. Open het naar links. Dus iets meer rollend in gewicht naar die rechterhand. Heupen mooi in één lijn, linkerhand gaat omhoog. Support het zijwaartse plank. Rechter schenen wreven de mat. Of misschien naar je onderarm als dat beter voelt of past. Linkerhand gaat rustig terug in de mat. Gewicht weer in die beide handen. Kruinen voor hielen weer naar achter tegen die onzichtbare muur. Open nu mee naar rechts.
zijkant van je linkervoet in de mat, rechtervoet erbovenop. Of je linkerschenen wreef in de mat, of naar je onderarm. Stuur je kruin weer op, hou je core goed actief. Maak jezelf lang, rijk echt naar voren, duw je hier naar achter. Rechterhand weer terug in de mat. Vind weer balans, beide handen. Verdeel je kracht weer over die beide handen. Stuur je kracht naar voren, duw je hier naar achter. Dus maak je wangen nog langer. 7 tellen naar beneden. Buig in die ellebogen. Kom rustig naar beneden. In 7. In 6. Maak je lang. In 5. Ik hoor je babs. In 4. Oh, ik was het niet. In 6. Sorry. Breng je vingertoppen naar buiten. En ze bij die komen. Nu is geen breed in de mat. Inademen met rol omhoog. Lift weg bij de mat. Uitademen met vol rustig terug naar beneden. Laat je neus zweven boven de mat. Adem in. Rol werken voor werken omhoog. De spanning zit in je billen, je rug. Niet te veel in je armen. Uitademen met rol weer terug naar beneden. Laatste keer. Adem in. Lift weg. Blijf nu heel even hier. Neem 1 vinger van beide handen uit de mat. Neem nog een vinger van beide handen uit de mat. Nog een vinger. Mooi. Blijf hoog. Hou hem krachtig. Laatste vinger. Breng je vingertoppen weer terug in de mat en rol rustig naar beneden. Laat je handen weer landen onder je hoofd. En wiggel het er heel even uit. Voel even na aan je schouders, je rug. Maak je benen spaar. En vind de rust in je adem. Breng dan, als je zover bent, alles omhoog en naar achter. Richting iets uitspoos. Dus lift weg uit je mat. Maak je weer even klein. Knieën misschien iets zijwaarts of juist iets dichter naar elkaar. Zitbordjes landend op je hiel. Hoofd zwaar. En dan na die kleine krachtexplosie gaan we hem afbouwen naar meer ontvolding. Dus kijk tussen je handen door naar de voorzijde van de mat. Rol met een ronde rug omhoog en schuif gelijk die rechterknie achter die rechterpols. Rechtervoet een beetje voor je linkerknie. Linkerbeen blijft lang. En dan maak je daar je pigeon pose van. Blijf je iets hoger. Misschien kom je iets hoger zitten met support onder je rechterbil of been. Als je ruimte hebt, gaat misschien je schenen wreed iets meer in lijn met de voorzijde van de mat. Piept je rechterknie iets voorbij je rechterheup. Dan voel je weer even na waar je naartoe wil werken. Wil je meer naar je onderarmen? Wil je wat hoger blijven? En neem je de aandacht naar de gronding van je linkerheup, waardoor je hem nog misschien meer voelt aan de buitenkant van je linkerbil of been. Ga je juist voor wat meer ontspanning, bouw je dat torentje van je beide handen, laat je je hoofd daarop rusten. Voel het na. Wieg misschien een beetje heen en weer. Beweeg iets in je heup. In je hoofd een klein beetje voor je borst langs van je rechter naar je linker schouder. Neem heel even tijd om die ademhaling echt tot rust te brengen. Je lijf langzaamaan weer een klein beetje meer tot rust te brengen. Rustig kom je dan omhoog. Loop op je beide handen een klein beetje meer naar je rechter scheen. Leun naar je rechterbil of been en zwaai je linkervoet helemaal door naar voren. En dan leun je door naar je linkerkant, linkerhand ter support buiten de mat. En dan pak je met je rechterhand je rechter enkel en dan breng je je rechterknie schuin zijwaarts wijzend naar de rechterpunt van de mat. Of je neemt hem nog een klein beetje meer zijwaarts, liever niet verder dan die hoek van 90 graden. En dan kijk je waar je forward fold je brengt. Beide zitbordjes goed gegroend. Dus wil je iets hoger zitten of leun je iets meer naar de linkerkant. Kom iets hoger zitten. En dan heb je vanuit die gronding meer ruimte om naar voren te komen. Loop met je handen langs dat linkerbeen naar voren. Vouw een beetje meer met je buik naar je linkerbovenbeen. Dan voelt het minder goed, dan zoek je misschien het midden. En dan kom je met je beide onderarmen langs de binnenkant van je linkerbeen. Heb je nog ruimte voor een twist, dan breng je je rechter elleboog aan de buitenkant van je linkerknie. En vouw je een beetje meer daarheen. Voel na. Linkertenen blijven licht vrolijk. Beide zitbordjes iets meer verankerd in de mat. Geen spanning, in ieder geval zeker geen pijn in je rechterknie. Voel hem echt vanuit je heup. Ontspan aan je rechtervoet. Werk weer met lengte, stuur je kruin naar die linkertenen of laat je hoofd. Als een beetje meer handen.
Dan vanuit die variant op die Janusirsasana gaan we rustig omhoog. Loop weer terug. Leun weer naar links. Breng je linkervoet op je rechterknie richting bovenbeen. En strek je rechterbeen naar achter. En dan eindig je in die pigeon pose. Misschien moet je een klein beetje heen en weer wiggelen. Misschien pak je ook hier weer je deken en breng je hem onder je linkerwiel of been. Als je hier wat hoger zit. Grond hem dan, kijken of je hem iets meer kunt trekken echt onder dat linkerbeen. Zoek ook hier weer de houding die je misschien weer te vinden aan de andere kant. Iets meer vanuit kracht of juist iets meer vanuit ontspanning. Met of zonder de beweging. Een torentje bouwend van de handen. Voel weer na. Misschien werk je weer meer in die lijn met je linkerscheen, je voorzijde. Zelfde lijn als van je mat. Linkerknie weer buiten, je linkerheup. Blijf je weer hoger zitten. De aandacht weer naar de gronding van je rechterheup richten. Nog steeds wel zacht in je schouders. Adem ruiken naar de top van je borst. Misschien ga je echt meer voor de ontspanning. Voel even naar hoe je lijf heen. Naar hoe je lijf vanuit kan bewegen. Meer de actieve kant, meer tot rust komt, een klein beetje meer yin-achtig, meer stretch. Langer in die houding blijvend, meer tijd om na te voelen. Rustig overeind komen, support het vanuit je hand, je koor, bil en been. Leun nu weer een beetje meer naar links, zodat het rechterbeen rustig naar voren kan. En dan leun je een klein beetje meer naar rechts, rechterhand misschien buiten. Laat die linkerhand naar die enkel en dan breng je die linkerknie of schuin een beetje meer zijwaarts naar die linkerpunt wijzend. Of een beetje verder naar achter. Liever niet helemaal naar die hurdle stretch, want dan wordt het misschien wat heftig voor die heup. En dan kijk je ook waar hier die forward fold je weer brengt. Hou lengte wat lager in je rug. Kom je wat hoger zitten misschien onder je rechterbil en been. Vouw iets meer naar die rechterbenen toe. Blijf zacht. Hou het meer in het midden aan de binnenkant van het rechterbeen. Of zoek je twist, linker elleboog, buitenkant, rechterknie. Voel weer na. Rechtertenen vrolijk. Stuur je kruin misschien weer richting die rechtertenen. Houd de lengte over de wervels in je rug. Blijf wel zacht, laat je hoofd misschien landen. Serveer, voel het na. Je bewust van dat het misschien aan deze kant makkelijker gaat dan aan de andere kant. Of juist helemaal niet. Dan kan die ademhaling je dan helpen om nog iets meer te ontspannen en te verzachten. Iets meer los te laten. Je zit met de rust in je hoofd. Ben je nog steeds hier met aandacht echt volledig. Navoelend voor je lijf. Of zijn je gedachten al heel ergens anders? Een rustige, langzame uitademing hier. Kun je nog iets meer verzachten. Kun je nog iets meer loslaten. En dan blijven we laag bij de mat. Rollen we rustig omhoog. Bouwen we weer langzaam meer omhoog. Leun weer naar rechts. Dan is er weer meer ruimte voor die linkerknie om naar voren te komen. Strek je beide benen naar de voorzijde van de mat. En klop ze even los. Of breng je handen achter je en stap je voeten in de mat. En wiggle even heen en weer als dat goed voelt. Je heup, voor je knie, verlaag je rug. Gaan we langzaam afrollen naar achter. Strek je beide benen weer een beetje meer bij je vandaan. Rol weer terug naar achter, maar blijf zacht voor je rug. Dus heb je last van je rug, rol je misschien liever via je zij. Kantel in het bekken, kin in de buurt van je borst. Hou je tenen in het vizier. Rol naar achter. Zet die core nog even aan het werken, het laatste stukje van die practice. Als je lekker ligt, dan neem je je knieën één voor één richting je borst. Kom je van je handen om je knie en wieg je heen en weer. En misschien blijf je alleen maar hier en draai je een rondje. Het lage deel van je rug in de mat. Masseer je de spieren in je rug, in je bekkenrand. Of ga je even naar die happy baby pose. Voetzolen omhoog, richting het plafond, dan pak je langs. De voorzijde van je scheen, de binnenkant van je kuit, de achterzijde van je voetbeen.
Is dat nou heel heftig, dan kun je ook je handen laten landen op je hamstring. Dan kun je meer ontspannen naar je schouders. Hou het bekken zwaar, het lage deel van je rug in contact met de mat. Misschien bij een rondje met je voet, als je in die happy baby pose bent. Neus wijst omhoog, niet schuin naar achter. Hou lengte over de wervels in je nek. Doe de verzachting weer terug in je gezicht. Dan bouw je hem, als je zover bent, rustig af richting die savasana. En in die happy baby pose spring je langzaam je knieën en je enkels weer in het midden tegen elkaar. En laat je rustig even aan je voeten landen. Wil je het iets warmer maken, dan pak je lekker een dekentje. Heb je de luxe van een kussen, dan breng je dat misschien onder je knieholtes. Voel heel even na hoe je lekker kunt gaan liggen. En vanuit daar misschien nog iets lekkerder. Nog iets meer ontspanning. Nog iets meer verzachting. Nog een klein beetje meer loslaten. Energie van de practice door je heen stromen. Laat je lijf voor nu even met rust. Geef jezelf echt heel bewust dat moment. Om je zwaar te maken. En je over te geven aan de houding en de zwaartekracht. Even niets te willen, niets te hoeven, niets te moeten. Voldoende gedaan, voldoende bewogen. Dus geef jezelf nu echt even dat moment. Om de practice door je heen te laten stromen. Langs je heen. En misschien ook delen van je weg. Zacht in je gezicht en frons op je voorhoofd. Kaken ontspannen. Ontspannen je armen. Punten van je schouders misschien richting de mat. Welke wervels in je rug maken contact en welke niet. Bekken zwaar, billen ontspannen. Buikgebied zacht. Voel de zwaarte naar je benen. Laat de energie wegstromen helemaal naar beneden, naar je enkels, je voeten en je tenen. Maak je zwaar en nog iets zwaar. Langzaam uitademend, geef je hier nog meer over. Laat je steeds een diepere laag los. Geniet even van die rust. Moment voor jezelf en laat alles, al is het maar even, zijn zoals het is. Langzaamaan verdiep je dan je ademhaling een klein beetje meer. Meer rustig, iets grotere, actievere cirkels in. En laat weer langzaam los als je uitademt. Richting je buik, je bekkengebied. Maak je cirkels actiever, groter, bewuster. En voelt het goed, dan zet je ook langzaam de beweging weer een beetje meer in door je lijf heen.
kleine bewegingen ver bij je hart vandaan. Beweeg je iets met je tenen, je vingers. Maak je op je eigen tempo die beweging die goed voelt en bij je past. Als bewegen niet prettig voelt, dan blijf je misschien navoelen in de verstilling. Vooral bij je gevoel. En kijk of je het nog een beetje rustiger en stiller kunt houden in je hoofd. Maak die beweging die bij je past. En lig je lekker thuis, dan kun je natuurlijk langer in die savasana blijven. Als dat iets is wat prettiger voelt. Of je de tijd. Doorrollend naar je rechterzij, blijf je een moment daar grondend en navelend. Nog steeds de zwaarte van je lijf, de ontspanning, de zachtheid naar je gezicht. De rust van je adem. Dan ben je zo ver, dan kom je langzaam door omhoog totdat je zit. Vind je weer een zittende houding met een kruising in je benen. Leermaker zit, halve lotus of een virasana met je zitpotjes naar je hiel. Misschien ondersteund door een kussen of een blok. Bouw je langzaam weer omhoog op. Zoek je de ruimte weer in je houding. De wervels in je rug en je nek, stuur je kruin weer een beetje meer op. Laat je handen weer landen of op je knieën bovenbenen of als een kommetje op of voor je voet. Beetje heen en weer wiegend, kleine cirkels draaiend. Eindig je je practice zoals je normaal bent begonnen. Voel na kleine grote verschillen, zoals je aan je practice begon, zoals je hem nu afsluit. Inadem de armen langs je oren hoog, over je hoofd, je toppen van je vingers bij elkaar. En uitademend breng je handen en kin naar je borst. Had je een intentie gezet voor je practice, kom je daar nu misschien nog even voorbij. Adem nog een keer rustig in door je neus. Kijk het zachtjes weg als je uitademt door je mond. Ik wil jullie bedanken voor het samen doen en het delen van de flow. Blijf lief voor je lijf, zorg goed voor jezelf. En alles en iedereen om je heen. Namaste. Namaste. En wanneer je zo ver bent, nog steeds zonder haast, rol je weer terug omhoog. Kruin weer een beetje meer op. En open je als laatste. Geniet van je dag. Geniet van je weekend. Dankjewel weer voor de fijne les. Heerlijk. Dat is een beetje zo. Weet je dit? Bye bye.